de heer Heidakker. Van harte welkom. U bent van het burgerinitiatief Protestmanifestatie tegen de afbouw van het SMC en de zorg in Zwaard. We hebben 19 januari natuurlijk bij het SMC een actie gehouden. We zijn hier bij de burgemeester en wethouder van de Schaap geweest. Gisteren had ik op het oog een gesprek met de zorgautoriteiten. Ze zijn allemaal uitgenodigd per brief en per e-mail. En de helft heeft zich afgemeld en de andere helft niet. Dus de namen van de genodigden die staan daarop. Het zijn niet de minste, maar ik ben heel erg teleurgesteld in deze mensen. Ze hebben echt maling aan de burgers. Ze willen niets van ons weten. Zal ik bewijzen dat wij als burger recht hebben om met deze mensen te spreken. Wethouder van der Schaaf die heeft alles eraan gedaan om de faciliteiten te regelen. Ook mijn dank daarvoor hier in deze kamer. En wij hebben nog samen, mijn zwager Jerry Kruijter en ik, met de wethouder anderhalf uur over dit onderwerp zitten praten. Het doel van het gesprek: de spoedeisende zorgtaak op Voorneput en Rozenburg goed onder de loep nemen, waar nu kwalitatief en kwantitatief zeer slecht of zeer mager wordt gescoord. Waardoor het veiligheidsgevoel van onze burgers afgenomen is en het vertrouwen in de zorgorganisaties zeer sterk is afgenomen. Waardoor de overlevingskansen in medische noodsituaties sterk zijn afgenomen in onze regio. Besef brengen en krijgen aan en van alle regionale zorgactiviteiten of autoriteiten voor de Putten Rozenburg. Dat was eigenlijk het doel van het gesprek gisteren. Ik heb vier onderwerpen, tenminste A, B, C en D. En alles heb ik een klein beetje uitgespitst. Eerst de toelichting en daarna nog wat aanvullende informatie. A. Voldoende huisartsen. Huisartsenposten en apotheken die verspreid over Voorneput en Rozenburg zorgen voor een optimaal 24 uur aanbod. 7 dagen in de week met daar een gekoppeld goede samenwerkingsverband met de spoedeisende hulp van en met het Spijkenisse Medisch Centrum. De spoedeisende hulp die nog open is en niet natuurlijk de hele week. Een optimale ingericht regionaal ziekenhuis. Met de spoedeisende hulp afdeling gericht op een 24/7 veilige en vertrouwde omgeving voor alle inwoners en bezoekers van Voorneput en Rozenburg op het gebied van alle noodzakelijke medische zorgtaken die door een huisarts of andere medici niet kan worden geboden en waar met name bij het spoedeisende zaken genoeg ruimte is om patiënten op te vangen ter observatie of verblijf. C. Een optimale ingerichte logistieke voorziening op het gebied van acute noodzakelijke eerste hulporganisaties zoals voldoende ambulances, brandweer, politie, Voorneputten en Rozenburg. D. Uiteraard kostenbesparende maatregelen voor al onze burgers op Voorneputten en Rozenburg, maar ook voor de zorgverzekeraars. Voor alle drie de acute zorgtaken A, B en C geldt 1. Wanneer CZ alle gemeentes op Voorneputten en Rozenburg, overheid en of de coöperatieve ziekenhuizen gezamenlijk 2,5 à 3 ton opbrengen voor extra inkomsten bovenop de prestatiebekostiging vanuit de zorgverzekeraar, kan het SMC en de HAP gezamenlijk instaan voor 24/7 verantwoorde, veilige en acute zorg op Voorneputten met de 3 coöperatieve ziekenhuizen als vangnet bij de gespecialiseerde acute zorg. Voor alle drie de acute zorgtaken A, B en C geldt ook. Naast de huidige capaciteit benodigd voor de spoedzorg aan de deur, SGA-functie, en de capaciteit voor onvoorziene zorg wanneer klinische bedden in gebruik van maandag 8 tot vrijdag 8 uur 's avonds, kan er met een kleine capaciteitsuitbreiding dit 24 uur 7 dagen in de week gerealiseerd worden binnen het SMC. Filtering van acute zorg door meerdere HAPs en apotheken. SMC in de tweede lijn en de overloop HAP 24 uur 7 dagen in de week. Met 4 carebedden voor kortdurende tot 48 uur acute zorg. Met uiteraard continu IC-verpleegkundigen beschikbaar, artsassistent en oproepanesthesist of intensivist, waardoor minder snel uitgeweken hoeft te worden naar Rotterdam of Nederland. Zet hier nog even bij dat we nu hier geen IC hebben in het SMC. Er is geen enkele intensive care binnen het ziekenhuis. Borging van het veiligheidsgevoel van ieder voor de Putten Rozenburg en de acute inzet door de eerste hulporganisaties
grote calamiteiten kunnen hierdoor nog sterker en beter gerealiseerd worden. Waarbij de steeds groter wordende angst van onze inwoners wordt geëlimineerd. Tevens zal de 15 minuten norm in aanrijdtijden bij acute noodhulp geborgd worden. Dan moet ik nog even bij uitleggen dat 11% van de ambulances de norm niet halen. En dat vond ik een punt om de inspectie voor de volksgezondheid ook uit te nodigen bij dat gesprek. Helaas zijn ze niet gekomen. Nou, voor die geld, de kostenbesparende maatregelen zijn onder andere reistijden verkorten en reiskosten verlagen door directe hulp in eigen regio. En dat bedoel ik natuurlijk voor de burgers, hè, de mensen die meerijden en die er nog achteraan moeten en nog allemaal bezoeken. En zoals lagen kosten voor je auto te parkeren, besparen op de brandstof, slijtages aan eigen voertuigen doordat men minder ver hoeft te rijden. De kortere verblijftijd, wachttijden bij meerdere en betere uitgeruste acute zorgvoorzieningen kosten aan zorgen door bijvoorbeeld kortere ambulanceritten, geen of minder inzet van de spoedeisende hulp helikopter. Dank voor de presentatie. De huisartsenpost en de spoedeisende hulp is een punt van zorg binnen deze commissie. Is al verschillende keren ter sprake geweest. En ik kan me voorstellen dat er vragen zijn, maar misschien wil de wethouder eerst een reactie geven. Ja, even een korte reactie. De heer Heidakker als inwoner van onze gemeente heeft gezegd van nou, ik wil een aantal zorgaanbieders of mensen op het gebied van zorg. En op een of andere manier organisaties betrokken bij de spoedzorg uitnodigen om een overleg te hebben. Want op het moment dat die partijen bij elkaar zitten, kan ik mijn verhaal even kwijt. En in overleg met de heer Heidakker hebben we gezegd van nou, als u als burger dat overleg wilt hebben, dan willen wij als gemeente dat faciliteren en dan wil ik daar ook bij aanwezig zijn om eens te horen wat er gezegd wordt uiteraard. Zoals de heer Heidakker zegt, van hij is al die partijen uitgenodigd en de partijen zijn daar niet op ingegaan. Ik denk niet dat je dan de conclusie kunt trekken dat die partijen ook maling aan de burger hebben, alleen hadden ze om hun moverende reden geen tijd of wat anders om daarop in te gaan. Wat ik ook nog, want de berekeningen die de heer Heidakker maakt, die heeft hij gemaakt. En die heb ik niet kunnen toetsen. Wat er nog wel aan de hand is, ik heb vandaag ook nog even contact gehad met het ziekenhuis om te vragen van nou, hoe is nou de stand van zaken? Want ik weet dat het ziekenhuis spreekt samen met de HAP om te kijken van hoe kunnen wij toch wat continuïteit bieden aan die spoedeisende zorg. En vanuit het ziekenhuis kreeg ik te horen dat op dit moment ligt er een gezamenlijk voorstel van de HAP en het SMC aan de beleidsgroep van de huisartsen tot de invulling daarvan. En het is even wachten op de reactie van die partijen daarvan voordat ze daar weer een stapje in kunnen maken. De berekeningen die daar zijn gemaakt, die heb ik niet zelf gemaakt. U begrijpt dat ik daar niet toe in staat ben. Ik kan niet berekenen wat het kost om vier IC's hier te hebben en dergelijke. En bovenop de kosten en de inkomsten die ze daaruit derven natuurlijk. Dat heb ik, die informatie heb ik wel gekregen van iemand die daar heel erg in gekend is. Maar die heb ik niet van mezelf, die heb ik echt van een kenner uit de zorg. Dus het is niet zomaar iemand, maar ik kan u beloven dat ik heel goed geïnformeerd ben. En ik wil nog even iets zeggen dat wij ons als burger wel zeker ons door de zorgautoriteiten echt in de maling genomen worden. Wij zijn gewoon, wij worden niet gehoord. Ze hebben gewoon een pak aan ons, aan de burgers, laten ons hier gewoon sterven. Ik heb een vraag aan meneer Van Schuif. U zegt dat het voorstel ligt van de HAP en van over de spoedeisende hulp. En dat voorstel ligt nu bij de huisartsen. Spoedeisende hulp, daar kan ik me toch geen huisarts bij voorstellen? Dat heeft te maken met de toegang, dat je met de beleidsgroep van de huisartsen, en die praten over een centrale doorverwijzing naar de huisartsenpost. Ja, dat snap ik. Alleen de spoedeisende hulp, dan denk ik echt aan een afdeling van een ziekenhuis, die zich daar dan ook of in mengt of
daar ook voor beschikbaar is. Je hebt verschillende manieren waarop mensen bij de spoedeisende hulp terechtkomen. Sommigen via een verwijzing van een huisarts, anderen die gaan er zelf naartoe. Dat is het verband, moet u denken. Voordat we met elkaar in discussie gaan over een stuk waarvan we niet precies de strekking weten, misschien is het goed om specifiek voor dit onderwerp de vinger aan de pols te houden. Dus dan ook mooi gezegd, vinger aan de pols. Nog meer aan mijn linkerkant. Mevrouw Van Wassenaar. Over kostenbesparing voor de burgers. En ik ben erg benieuwd, u ziet daar uiteraard voordelen voor de burgers in, maar ziet u hier ook voordelen in voor zorgverzekeraars en gemeenten? Elke avond tot 's morgens 8 uur, dus spoedeisende hulp hier dicht is. Dus elke ambulance, daarom zijn ze ook 1 op de 11 is op te laat. Hè? Dus dat is ook logisch, maar elke ambulance die moet dus naar of het Maastad, of naar Nederland rijden, of naar het Erasmus MC. En als je weet wat een rit van een ambulance kost, normaal, al ben je volgens mij hier bij 800 euro kwijt. Ik vraag me wel eens af, ik weet het niet, maar ik denk dat je 1800 euro voor een ritje bent wat er dan kwijt bent. Dus die besparing, ja, was er wel zeker weg. Burgers, die zijn gewoon weer, en dat heeft de overheid natuurlijk ook een aardige impact in. Wij worden altijd maar gestraft omdat ze geen kosten willen maken voor ons. Wij worden gestraft om meerdere kilometers te rijden, om langer erover te doen. Tijd is geld, ook voor de burgers. Hè. Ik ben een gewone arbeider, ik verdien goed hoor, ik heb niets te klagen, ik hoef dit helemaal niet te doen. Nee, maar er zijn mensen die natuurlijk nog veel meer geld hebben, maar er zijn een legio mensen die gewoon niet kunnen betalen om naar het SMC toe te reizen. He, je moet er altijd meer van een buurman of een buurvrouw afhankelijk zijn die dan mee wil rijden in nood. En dat doet iedereen. Als je mens bent, help je een ander. En mijn grootste zorg is dat die kosten, ja, die zijn gewoon betaald. He, want onze zorgverzekeraars die moeten dat betalen zelf. Dus die kosten stijgen daardoor. Er zijn natuurlijk andere kosten, maar goed, die kan ik niet helemaal inschatten. Maar dit is voor ons, voor de burgers, wij worden gewoon een oor aangenaaid. Even medische term ook, wel leuk eventjes voor de lol. Maar ja, ik vind dat we een oor aangenaaid worden. Ja, Lisa. Ik vind het geweldig dat u als burger zich zo inzet voor iets wat heel voor de put eigenlijk aangaat. En dat is denk ik net ook de moeite die iedereen ermee heeft. Heeft alle partijen uit te nodigen die hier van belang zijn. En dat is net de moeite, of het moeilijke waar ik ook tegenaan loop. Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en ieder doet zijn eigen stukje heel erg goed. Maar wie overziet nu het geheel? De huisarts doet zijn best, de zorgverzekeraars doen misschien hun best en de wethouder doet zijn best. Maar wie neemt nu inderdaad altijd de regie op? En dat is wat u natuurlijk nu echt aandraagt, van wie doet nu het centrale punt? En dat is een vraag die ik ook nog steeds niet beantwoord heb. En verder was ik ook erg benieuwd naar het bedrag waarop u die 2,5 ton tot 3 ton... Als we dat nodig hebben om het ziekenhuis wel in stand te houden, nou, dan denk ik, dan kunnen we nog wel heel wat andere bedragen tegenaf zetten om misschien nog eens af te wegen of dat iets is wat we voor onze burgers zouden willen investeren. Vandaar dat ik ook een plaatje erboven heb gezegd van word donateur. Ik heb namelijk nog wat gedaan na het 19 januari. Dat heet Delta Links, dat is een organisatie die de omliggende bedrijven vertegenwoordigt. Met een verzoek om een donatie te doen per werknemer van 250 euro netto. In maart hebben ze een vergadering daarover gehad en ik heb daar nog steeds geen antwoord op gehad. Dat als ze 250 euro netto per werknemer zouden krijgen, natuurlijk niet zouden krijgen, maar in het ziekenhuis of de spoedeisende zorg hier op Voorne Putten, waar 200.000 mensen op vertoeven, en misschien nog wel meer. Ik vind het ook een zorg van de bedrijven, de grote bedrijven in de omgeving waar hun werknemers afhankelijk zijn van ook dezelfde zorg in nood als er een calamiteit is, een brand of een explosie, dan zijn ze te laat. Dan zijn ze gewoon te laat. En dan gaan de mensen dood. En dat is onze zorg. En we hebben zelf het akkefietje ziekenhuis gehad met die kinderen, met de chloorincident. Je moet je toch niet indenken dat dat die kinderen zouden zijn overleden. Kijk, ik weet dat de invloed van de gemeentepolitiek niet zo heel erg groot is bij die grote jongens daar. En want die echte kartelvorming die de zorg
autoriteiten vormen met elkaar. Ze wijzen naar elkaar, ze geven elkaar de schuld en er is niemand die verantwoordelijkheid trekt. Het is één bende. Wij ook diverse gesprekken gehad met de directeur van het Spijkenisch Medisch Centrum. En de laatste keer heeft hij ons verteld dat de besluiten die nu genomen worden, dat die puur erop gericht zijn om de kwaliteit hier te verbeteren van de zorg. En dat het geen geldkwestie is. Dat heeft hij hier de laatste keer verteld. Het is zelfs zo dat de kwaliteit, die heeft meneer Verveer zelf helemaal uitgehold. Hij heeft de longafdeling afgesteld. Hij heeft de kindergeneeskunde uit zijn organisatie geschrapt. Hij heeft heel veel afdelingen gesloten. Hij heeft 60 handjes mensen die keihard werken met onze burgers, hè, die dan daar uiteraard binnenkomen als patiënt. Die heeft hij uit zijn organisatie gesneden. Heeft hij ons verteld, tussen de 70.000 en de 80.000 patiënten voordat hij de ingreep heeft gedaan. En hij houdt er nu nog 40.000, misschien 50.000 over. Hoe is het toch in godsnaam mogelijk om zo'n groot ziekenhuis, wat het SMC dan toch is, om dat te exploiteren? Dat is een sterfhuisconstructie. Dat ziekenhuis gaat naar de kloten. Ja, en daar waarschuw ik voor, want het gaat gewoon helemaal naar de kloten. Is wel wat bekend, maar dat is niet het bedrag wat u zegt wat we nodig hebben. Ik citeer even zorgvisie.nl. Het tekort van het ziekenhuis is 6 miljoen in 2014. Dat zijn toch wat. Een begroting 2015 is ook niet rond. Dat is, dan redden we het niet met het bedrag wat u aangeeft. U heeft het over de verliesrekening, hè? Of tenminste verliesrekening van het ziekenhuis. Dat staat natuurlijk helemaal buiten deze berekening. Deze berekening die is op gebaseerd op het zorgen, het extra zorgen voor de taken die we nu tekortkomen. Alle getallen die u noemt, die verliezen, die worden door de zorgverzekeraars vergoed. Er is een afspraak over gemaakt voor 3 jaar, heb ik begrepen. En ik vind ook trouwens dat alle kosten die daar gemaakt worden voor patiënten door de zorgverzekeraars betaald moeten worden. Ik begrijp helemaal niet dat een ziekenhuis verlies kan leiden, hoor, eerlijk gezegd. Want de zorgverzekeraars die moeten dat vergoeden. Alleen, hij zal waarschijnlijk een veel te lage prijs daarvoor vragen aan de zorgverzekeraars. Maar dat is de fout van meneer Verveer en zijn coureur. En hij heeft daarboven nog 4 commissarissen. Dus er zijn 5 bestuursleden daar in zo'n klein ziekenhuis. Is dat nodig? Gaat daar eens op bezuinigen in plaats van op 60 handjes aan de bedden? Maar in ieder geval, het zou een geldkwestie zijn. Hè? Mijn vraag is eigenlijk, heeft u de landelijke politiek geprobeerd te benaderen? En wat was hun reactie op uw burgerinitiatief en op de uitkomsten daarvan? Kijk, landelijk hebben wij als regionale partij, denk ik, niet zoveel te zoeken nog. Maar mijn zorg is hier. Ik leef hier. Natuurlijk vind ik het erg als het ergens anders ook niet goed gaat. Maar we moeten ergens beginnen. En dat is hier. En natuurlijk, u weet allen waarschijnlijk wel dat ik getracht heb om het kabinet te laten vallen. Het is me niet gelukt, zal me niet gelukken ook. Maar het FNV heeft nu al 200.000 handtekeningen op de petitie van de zorg. Die ze nu de afgelopen 2 dagen hebben uitgezet. 200.000 handtekeningen uit heel Nederland. Landelijke politieke kopstukken, zeg maar, met name Emiel Roemer, die zijn er ook in gekend en die hebben ook vragen gesteld. En de minister geprobeerd te bewegen om in te grijpen, maar goed, de minister weigert. Zorgverzekeraars die willen niet betalen, dus wat dat betreft sta je eigenlijk stil. De enige manier waarop je dat misschien nog voor elkaar zou kunnen krijgen, dat is misschien door in te grijpen in de vorm van wetgeving. En daar zijn de politieke partijen, denk ik, voor om de tafel te zien te krijgen. Want het probleem wat hier speelt, dat speelt, u zei dat al in Dokkum, en dat zal bij meerdere kleinere ziekenhuizen in het land spelen. En het is maar de vraag hoe ver we willen gaan met het financieren van onze zorg. Wat is de grens? Wanneer houden we ermee op en zeggen we, nou ja, goed, als er zoveel mensen sterven, dan is dat onder in de game, zeg maar. En dat is eigenlijk een beetje ook de vraag, vandaar dat dat geld eraan had. En dat ik ook die vraag stel voor die landelijke politiek, want die kan daar misschien iets meer mee dan wij hier lokaal. Maar zorg nou dat je burgers veilig en met een goede zorg worden uitgerust.
En als ik dan al één klein dingetje, ik heb een memo gekregen van de inventarisatie van de gevolgbesluiting uit Hellevoet. Hè. Daar heb ik even de cijfertjes bekeken, maar je wordt gewoon als gemeente word je gewoon voorgelogen. Maar geloof mij nou, ik heb het uitgerekend dat er 2000 consulten bij de HAP zijn geweest in de eerste 3 maanden, elke maand, 2000. Hier in Spijkenisse zeggen ze. Dat zou betekenen, als ik kijk naar 550 uur open, en de HAP is 550 uur in de week open, dat ze 3,6 patiënten per uur hebben. Nou, ik kan u verzekeren, ik heb het zelf meegemaakt. Ik ben zaterdag 9 mei, ik had het net over een pen. Meneer Vrijheffer, wilt u... Ik had het nog even kort. Ja. 8 per uur gemiddeld, want er waren er 12 in 1,5 uur. Gedeelde zorgen, omdat het onderwerp ook bij ons heel veel op de agenda staat. U heeft ook al gezegd de gemeenteraad speelt hier een kleine rol in. U kunt van ons aannemen dat wij doen wat in onze mogelijkheden ligt om in ieder geval te garanderen dat mensen op Voor de Putten, en zeker in Issewaard, goede toegang hebben tot de gezondheidszorg. Het blijft een complex traject, dat weten wij ook met z'n allen. Wij gaan als burgers, ik heb behoorlijk wat aanhang hier op de eilanden, ook vanuit Hellevoet. Wij gaan zeker die zorgautoriteiten laten zien dat wij niet met ons laten spelen als burger zijnde. Wij gaan ze echt aanpakken. Dat kan ik u beloven.